Ja, hier is het. Hier is het. Goedendag allemaal. Het is vandaag 1 april. En geloof het of niet, ik werd gebeld gisteren door de burgemeester van onze stad. Die halve Groningen, die Johan Remkes. Hij zegt, jij hebt zeker niet zoveel te doen vandaag de dag. Ik zeg, nou eigenlijk niet, nee. Dat gaan we op zijn reet. Hij zegt, nou ik heb een leuk klusje voor je. Hij zegt, als je dan toch niks te doen hebt. Hij zegt, ik heb gezien dat jij in de gemeentelijke basisadministratie... heb ik gezien dat jij vroeger hebt gekorfbald bij GKV. Ik zeg, dat klopt inderdaad. Hij zegt, ken jij nog dat omgekeerde zesje? Ik zeg, nou, dat zal nog wel lukken. Hij zegt, dat is mooi. Heb ik een leuke klus voor je, want vandaag, 1 april, bestaat Die Hagen, de korfbalvereniging van Den Haag, 100 jaar. Wil jij die mensen gaan feliciteren? Want die hebben vandaag natuurlijk een enorm groot feest. Ik zeg, meneer Remkes, normaliter luister ik niet naar Groningen, maar vandaag wel. Want Die Hagen, 100 jaar, is natuurlijk fantastisch, toch? Dus ik ga ze feliciteren, zo direct, de lieve mensen van Die Hagen. Maar eerst natuurlijk zelf even een balletje, hè? Even zelf een balletje, dat begrijp je. Het valt me trouwens wel op dat er weinig mensen zijn. En vooral weinig vrouwen, want de voornaamste reden dat ik ben gaan korfballen is dat het een gemengde sport is. Maar dat begrijp je zelf natuurlijk ook wel. Goed, eens even kijken, daar gaat hij. Oh nee, dat is basketbal. Ja! Ik vind het akelig stil hier, eerlijk gezegd. Akelig stil. Zal er iemand binnen zijn? Hallo, gefeliciteerd! Gefeliciteerd met jullie! Hallo? Hallo? 100 jaar. Gefeliciteerd. 100. Lang zullen ze leven in de frituur. Iemand de bitterbal? Nou. Weet je, dat halen we later dan wel een keer in, vind je niet? Tot over 100 jaar.